Een auto met erin een stoffelijk overschot. Het werd vanmorgen aangetroffen met het baggeren van de Vecht rond de A1 in Muiden. Werd opgestuit door baggeraars die in de rivier aan het werk zijn tussen Weesp en Muiden. Door de vondst van het autowrak was het vaarverkeer de hele dag gestremd. Agenten hebben de hele dag onderzoek gedaan. De politie bevestigt ondertussen dat het gaat om menselijke resten in de auto. Het stoffelijk overschot is in verregaande staat van ontbinding. De auto werd later op de dag naar de kant gehaald. Over het hoe en waarom van de zaak kan de politie nog niks zeggen.